is nu eind van de middag van dag 2. De oversteek van Las Palmas naar Madeira. De wind begint nu net weer een beetje toe te nemen. Ik ben op ruim op een derde nu. Ja, zo is de hele dag. Lekker zonnetje, heerlijke temperatuur. En ja, het gaat lekker eigenlijk. Nu de derde dag, 12 uur 's middags. Het gaat heerlijk, een lekker weertje. Het is wel vrij hoog aan de windzijde. Als het goed is, blijft de wind wel een beetje deze kracht en richting, dus het gaat lekker. Als het nu eruit ziet, ben ik een morgenmiddag, morgenavond in Madeira. Rechten kan je de vissen zien, daar heb ik vannacht de hele tijd wat ruzie mee. Die lag de hele tijd op koers. Stil, ik weet niet of het pech had of wat dan ook, maar nu is hij me weer aan het inhalen, dus ik ben benieuwd wat hij zo meteen weer gaat doen. Ik hoop alleen maar vissen, verder niet. We zullen zien. Het is nu zondag 6 april en het is nog iets van 40 mijl naar Madeira. Het ligt recht voor me. En, ja, vanavond kan in het plaatsje Calheta. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.